Ja, het boek moet er komen, zeg jij. Want op het eind, als ik klaar ben, dan zeg ik, heb jij nog iets? En zeg je, ja, het boek moet er komen, want dan kunnen jullie mij allemaal mijn handtekening vragen. Ik wil eigenlijk het begin zeggen. Hallo mensen. Ja, en dan? Hebben jullie al een boek gekocht? Hebben jullie al een boek gekocht? Dus ja. Ik kom met het boek. Ik kom met het boek. En dan krijgen jullie van mij, als je een boek koopt, allemaal handtekeningen. Mag ik beginnen? Ja. Hallo mensen, hebben jullie al een boek gekocht? Als jullie een boek kopen, krijgen jullie allemaal van mij een handtekening. Nou, dat is duidelijke taal, denk ik. Het is belangrijk dat het boek er komt. De kinderen met VCF 22Q11, die moeten bekendheid krijgen. Ze moeten erkend worden en herkend, wat allemaal erg belangrijk is. Daarom steun ik dit project van Marije van harte. Ik wil graag dat er bekendheid komt, zodat mensen sneller het syndroom herkennen. Dat er mensen zijn die die kinderen kunnen steunen en dat de scholen sneller kinderen herkennen. Het is gewoon belangrijk dat we bekendheid krijgen met z'n allen en daar is helaas veel te weinig van. Dus mensen, doneer. Mieke, vind je het leuk dat dit boek er komt? Ja. Nou, wij zijn twee ouders met allebei een kind met VCF. En zij komt uit... Ik kom uit Daleveen. Ja. En ik uit Uden. En ja, dat is heel ver van elkaar vandaan. Maar VCF, 1 op de 4.000-5.000 kinderen heeft VCF. En het is belangrijk dat wij als ouders elkaar steunen daarin. En dat er herkenbaarheid komt en de kinderen erkend worden. Dat we niet zoveel hoeven uit te leggen. Mijn zoon wordt regelmatig gevraagd, wat heb jij? En dan kan hij dan geen antwoord op geven. Dat is gewoon voor hem nu heel frustrerend. Dan wordt hij boos en dat snappen mensen niet. En ook dat brengt het syndroom met zich mee. En onder andere heeft hij een hartafwijking. Hij heeft een laag IQ. Hij heeft een lage spierspanning. Hij heeft vroeger heel veel moeite gehad met eten. En dus het zijn nogal wat symptomen wat het syndroom met zich meebrengt. Vee is dan ook, heeft ook een hartafwijking. Ze is inmiddels daar ook aan geopereerd. En als wij nu naar haar kijken, ja, dan is ze daar heel erg van opgeknapt. En hebben we daarvoor van een heel ander. Zou je ook willen dat dit boek er komt, wat uiteraard heel hard nodig is, ga dan naar moveyourcrowd.nl en klik op de link 22Q11 project. En doneren. Alvast bedankt. Ja, en doneren een bijdrage.